Vandaag werd de perspectiefnota gepresenteerd in het gemeentehuis door wethouder Martijn Leijsink van Financiën. RTV Arnhem was erbij. Meneer Leijsink, vandaag presentatie van de perspectiefnota. Waar gaat het over? We zijn als college en als coalitie al een tijd bezig om steeds vergaander inwoners en bedrijven in onze stad echt te betrekken bij beleid wat we vormgeven. En dat willen we eigenlijk met de ingang van de komende jaren op vrij radicale wijze voortzetten. En dat enerzijds omdat we het heel belangrijk vinden, anderzijds, daar ben ik ook volstrekt eerlijk in, omdat er een bezuinigingstaakstelling op ons af zit te komen, omdat het Rijk nou eenmaal minder geld aan de gemeente geeft. We hebben ervoor gekozen om met ingang van 2017 in totaal 100 tot 150 ambtenaren niet langer op het stadhuis te laten werken, maar echt in de wijken aan de slag te laten gaan. U gaat eerst nog experimenteren in 2015, 2016, want het is een hele operatie voor die 8 gebieden in Arnhem, hè? Op dit moment zijn we natuurlijk al bezig met wijkteams op het gebied van jeugdzorg en op het gebied van volwassenenzorg. U ziet, als het goed is, dat die in wijken in Arnhem al actief zijn. Daar doen we heel goede ervaringen mee. We zien ook dat mensen het enorm op prijs stellen. Dat die mensen gewoon thuis komen, dat ze aanspreekbaar zijn. Dat je er naartoe kunt als je dat belieft. Nou, datzelfde willen we nu ook gaan doen voor allerlei zaken die te maken hebben met de leefomgeving. Budget wat de gemeente al sinds jaar en dag uitgeeft, maar nu in de wijken tot besteding komt. En dat is zo'n proces, daar moet je mee gaan experimenteren. Net als we met jeugd en volwassenen een paar jaar hebben proefgedraaid, gaan we hetzelfde ook doen met deze wijkteams, zodat ze uiteindelijk in 2017 ook echt aan de slag kunnen. Het budget voor de wijken, moet bezuinigd worden, maar is er wel geld hiervoor voor deze hele operatie? En waar wordt die vrijgemaakt? Een gemeente als Arnhem, die zet natuurlijk elk jaar heel veel geld om. In totaal is de hele gemeentebegroting zo'n 700 miljoen euro. Dus dat is echt heel erg veel geld. Wij denken dat meer dan 100 miljoen daarvan, dus dat is zeker 15% van de begroting, in wijken kan worden uitgegeven. Het wordt nu ook al in wijken uitgegeven. Maar de verdeling en hoe het wordt uitgegeven, wordt veel bedacht hier op het stadhuis. En door dat budget nou veel meer in samenspraak met inwoners en met wijkorganisaties te besluiten hoe je dat tot besteding brengt, kun je dat ook op een betere manier doen. En dat is eigenlijk de kracht die in het voorstel schuil gaat. En tegelijkertijd denken we dat we dan ook met minder geld eenzelfde resultaat voor wijken kunnen bereiken. Die ambtenaren die gaan dus diverse dingen doen, hè. Die kunnen naar sportverenigingen, cultuur en noem maar op. Die moeten dus een beetje het gezicht van de wijken gaan worden samen met de wijkteams natuurlijk. De ambtenaren die daaraan toegevoegd worden, die hebben eigenlijk twee taken. Op de eerste plaats moeten ze echt verbonden gaan voelen met de wijk. En belangrijker nog, de wijk en de mensen die daar wonen, die moeten zich verbonden voelen met die ambtenaren, die mensen die daar rondlopen. En op de tweede plaats moeten ze uiteindelijk bepalen welke zaken in de wijk de gemeente het meest dringend moet aanpakken en hoe de uitgaven moeten plaatsvinden. En hoe beter ze in staat zijn om dat samen met inwoners en organisaties in de wijk te doen, hoe beter die middelen ook besteed kunnen worden en hoe beter je dus ook in staat bent om als gemeente op die budgetten te besparen. Wanneer moet de hele operatie afgerond zijn? Per 1 januari 2017 willen we de technische omslag gemaakt hebben. Maar neemt u maar van mij aan dat het jaren en jaren gaat duren voordat alle mensen, inwoners en gemeentelijke organisatie gewend zijn aan de nieuwe werkwijze. U heeft gisteravond een informatieavond voor de wijken gegeven. Hoe is daarop gereageerd? Je ziet dat heel veel wijkbewoners en wijkorganisaties eigenlijk al heel lang aan de gemeente vragen, stel ons nou in staat om op een betere manier ook zelf met onze wijk aan de slag te gaan. En dat kan alleen maar op het moment dat je ook een budget en ambtenaren ook echt in die wijk onderdeel laat zijn van die wijk. Pas dan kom je tot een echte samenwerking tussen gemeente enerzijds en wijkbewoners en organisaties anderzijds. En je ziet, en we hebben gisteren inderdaad een persbijeenkomst gehad voor de wijkkranten. Die is ook eerst geweest en nu hebben we de perspublicatie en andere media. Je ziet dat vanuit de wijkkranten daarop gereageerd wordt in de zin van, het is wel een kans. Tegelijkertijd ook van, hoe gaat dat dan precies uitpakken? En ook daar heb ik nog niet alle antwoorden op. Maar wel tegelijkertijd de verwachting van ja, als dat toch gaat uitwerken, dan gaan we toch wel een hele andere tijd in. Ja, want je gaat vanuit de wijk, ga je denken, samen met de bewoners en de leefgemeenschap. Kijk, inwoners en wijkorganisaties hebben één grote kracht. Dat die altijd, overal, vanzelfsprekend vanuit de wijk denken. Het is de gemeentelijke organisatie die dat moet leren. En dat is ook, daarom is het ook nodig dat wij ons gaan verbinden en veel beter verhouden tot een leefgemeenschap waar een mens het meest in leeft. En dat is zijn eigen wijk.